Zo, goedemorgen. Het is nu woensdagmorgen. Ik zit op een totaal andere stek. Hier ben ik jaren niet meer geweest. Maar de reden is simpel. De afgelopen dagen krijg ik alleen maar slechte berichten door van de stekken waar ik normaal gesproken vis. Dus uitwijken. En maar weer eens kijken hoe het hier is. En dat is altijd weer spannend om zo'n plek waar je vroeger leuk gevangen hebt weer te bezoeken. Ik ben benieuwd. Ik ben samen met Stian. Dus de slagkracht kan het niet aanleggen, maar ja, de snoeken moeten natuurlijk wel meewerken. We gaan het zien. Het is dus geen grote. Maar het is ook geen heel kleintje. Hoppakee. Iets verzwaard. En dan ga je net iets dieper. Ja, en nu krijg ik er een nog. Oh, mooi. Ja, hartstikke leuk. Daar zit er goed in. Een zwaarder vis. Dat is niet eens een grote. Hij heeft niet getwijfeld de tweede keer. Ik zag het. Nou, we hebben er een hoor. Het heeft even geduurd weer, man. We zijn er gewoon weer blij mee. Hoe groot is dat monster? 74. Oh ja. Beter is niks toch? Ja, mooi toch? Een paar meter terug ook. Nou, het leek even dat het mooier was, maar hij komt zo binnen.
Ik ook. Dat lichte hengeltje. Ja, ik zeg dat is op dat lichte hengeltje. Weer springen nog. Ja, het is toch een 75 denk ik. Ja. Een mooie wissel. Moet ik aankomen. Nou, de kinderhand is gauw gevuld vandaag. Vandaag wel.
nummers 5.